Hallo dames en heren, terug naar een nieuwe game video. Kort we game zien. Vandaag gaan we, zoals ik zei, Public Kill Confirmed spelen met MP7. Daar op de achtergrond hoor je nu onweer. Hier is het. Kill Confirmed. Niet hardcore. Hardcore vind ik nog iets is heel moeilijk, want dan kun je je teamgenoten killen. Hijack. Huh. Deja vu. Ik moet nog een slokje drinken. En ja, de onweer, maar hop donderen. Als we klaar zijn. Ja, ik heb mijn tablet niet hier naast me liggen, want die ligt aan de lader. Want anders had ik kunnen kijken even op de Buienradar website van Nederland. Dan kon ik kijken hoe het eruit ging zien. Maar ik dacht wel, maar er was noodweer eerst op komst hier. Zelfs over kampen. Maar dat is soms om ons heen gegaan. Dus daar een klein stukje van achter eraan kwam en dit niet langs ons heen gaat. Dat niet haalde om er langs heen te gaan in één keer. Het is, ik heb het te warm. Moet je vooral niet een pet op doen. By the way, dit is geen zelfgemaakte pet. Dit is gewoon een pet die ik van mijn moeder kreeg toen ze op vakantie was. Uh-oh. Ik kom niet te laat binnen. Wat de? Ah man, niet weer. Oh, ik druk tot MP7. Ja, mooi. Zo, hè. Zo, daar gaan we. Verloren, jammer. That one hurt our reputation. Sticky up! Get moving! Ah, fuck jou man. Ik heb het warm. Echt waar, zo erg warm heb ik het nog nooit gehad. Een headshot nog wel, wauw. Dat is weer één headshot minder op de MP7 toch? Je hebt 4 te gaan. Dan nog maar. Eigenlijk moet ik 50 bij die, 25 bij die, 25 bij die dan. En dan kijken wat dit allemaal wordt. Ik denk dat Ronin gewoon hetzelfde wordt. Dat het wel gewoon weer met 10 dingen te maken heeft. Longshot of zo. Daarom gebruik ik eigenlijk de target finder niet, want ik ben bang dat je misschien een longshot nodig hebt. Daarom heb ik hem ook nooit gebruikt. En eigenlijk, ik haat target finder, dat is een beetje voor mij een soort van cheater. Eigenlijk volgens mij ben ik de enige, ja ik ben de enige die eigenlijk in de 53 zit. Ik bedoel niet tussen de 50 en 55, dat ben ik niet, want ik zag al een paar dat er ook tussen zit. Maar ik bedoel, ik ben de enige die op 53 zit. Prestige niet. En eigenlijk ging ik ook anders nog even wat met de AN schieten. Ja, en dat duurt ook al even voordat je prestige bent. Want ik heb dat ook gedaan in World of War. Dat is ook gehoopt op prestige. Level 10 of zo. Waarschijnlijk is dat prestige master. Maar ik bedoel, wat ik wou zeggen was. Dat kun je ook prestige doen. Alleen moet je heel veel XP krijgen. Om zelfs 1 prestige level omhoog te gaan. Eigenlijk zit je dan in prestige level 1, maar dan ook weer level 1 van je levels.
Prestige level 1. En dan weer level 1 gewoon van gewone levels. Zo noem ik het. Gewone levels weer level 1. Prestige levels ook 1. Maximale levels om te halen bij World War was 65. Bij de custom zombie map, dat was waar de helikopter staat, daar was de barbel ending voor 100.000 punten. Dat was wel lastig te halen, want de zombies die zijn gewoon irritant. Je hebt eigenlijk Bible Perks, eigenlijk waar Juggernaut staat. Eigenlijk bij de kapiteinshut. Daar was Juggernaut en de perk bottles. En de koop bij de perk bottles. Ja, eigenlijk heb ik één probleem met Black Ops 2. Multiplayer, en dat is eigenlijk dat ik niet alle zombie map. Dat betekent dat ik kan niet alle... Hierin gaan we. Jongen. Doen ze altijd zo, watjes. Achtig. Dory. Rennen. Jongen, god. Hierheen. Ik haat echt soms dit soort spellen. Man, dat liet me een beetje schrikken. Kill confirmed. UAV awaiting orders. Kill confirmed. Rapid fire, man, unlocked. Let's try. Inbound. He's gone. Kill confirmed.
is dat? De motorkamer. Hij is daarboven zeker geweest. Jongen! Echt waar, stomme rotmes. Jongen, jongen, man, wat een idioot. Hierheen, hierheen. Andere kant. We gaan gewoon rustig worden. Sticky going out! Reloading! Enemy down. Kill confirmed. Sniper! Friendly MQ-27 dragon fire deployed. Okay. Jongen, jongen, man, echt waar. Oké, hoe is de klote kop? Ik kan er niks aan doen eigenlijk, dat ik zo scheld. John, man, echt waar, wat een homo. We're winning this fight. Kill confirmed. Kill confirmed. Sticky out! Fucking hunter killer. Nou, dat was het. Gewonnen. Met 93. Ha! He died too. Wow. I got 10 kills. I did not even realize. I think I'll change one thing. I'm gonna try it only for a while.
Just in a clip for the rapid fire. I'm gonna do it for a while. For a while, not for long. I'll do a random. But if it is a map that I can't do, well, we could do drone too, but a friend of mine says that it is actually a boring map. A map that is actually pretty much boring. 2,000 points. Damn it. What do we do? What map are we gonna play? I mean, I hope it's a map that I can play. Nope, I can't play slums. I cannot play it. We'll try one more kill confirmed. And let's hope it's not gonna go to a map I can't play. Out of nowhere, and it's 50 games. And also, here, mijn Engels weer. Ik heb maar één DLC eigenlijk als je wil weten, en dat is eigenlijk de Therese. De Therese. Diarise ook niet. Het is ook niet Diarise. De Origins DLC. Epic. Dat is het enige DLC dat ik heb. We doen een Hellstorm missile, dat vind ik veel fijner. Eigenlijk gaat hij straks ook weer zoeken naar een nieuwe game. Volgens mij deed hij dat ook toen ik aan het zoeken was, maar dat weet ik niet zeker. Oep. Ik doe gewoon voor de gein dit, oké. Searching for games, zero matches, one. Nee, dat is slums. Nou, ik hou het dan maar hierbij, want slums doen het toch niet. Ik hoop dat jullie video hartstikke tof vonden. Doe anders dan een blauw duimpje af. Check mijn kanaal en ik zie jullie in de volgende game video. Peace!